misschien wel het meest uitdagende en zorgwekkende thema van de 21ste eeuw. Want het raakt bijna alle facetten van het leven. En met name ook water en daarmee opnieuw het leven. En dat is klimaatverandering. Ja, ik ben Renier van den Berg. Velen kennen mij wel als weerman, bijvoorbeeld bij RTL 4. Ik ga het hebben over klimaatverandering, wat de impact is voor Nederland, voor waterkeringen. Ja, we krijgen te vaker te maken met zware buien, te veel water, stijgende zeespiegel, rivieren die extreem reageren, maar ook te weinig water. En misschien heb je daar ook wel waterkeringen voor nodig om water vast te houden. Dus twee dingen, meer richting delta werken 2.0, 3.0, maar ook waterberging 2.0, 3.0. Dat komt samen in mijn verhaal over klimaatverandering. Global warming is eigenlijk verandering van water. En dat is een simpel principe. Want als het warmer wordt, verdampt er meer. En kan de waterkringloop als het ware harder gaan draaien. En met weer water in de lucht, wat op zich ook weer een broeikasgas is, kan het in principe ook harder of meer gaan regenen. Nou, dat kun je vaststellen aan de Nederlandse neerslagcijfers. Vorige eeuw had je gemiddeld een 750 mm en nu zit je op een slordige 850, 860. Dat is op zich prima. Ligt niemand wakker van. Het probleem is alleen dat de neerslag duur hetzelfde blijft. Dus als het regent, valt er wel meer dan vroeger. Nou, water is natuurlijk een ontzettend belangrijk thema. Nederland is er eigenlijk ook groot mee geworden. Er is geen land in de wereld wat zo goed heeft laten zien dat we water management begrijpen. Maar nu komen de nieuwe uitdagingen op ons af die echt wel snel gaan. En kennis en expertise komen hier nu samen om met elkaar de uitdagingen te vinden om het, ja, om klimaatrobuust en adaptief, zeg maar, de toekomst tegemoet te treden. Als er nou iets onzeker is in de wereld van waar gaan we naartoe met klimaat, dan is het niet zozeer de opwarming van de wereld, dat kunnen we redelijk in baan brengen. Maar hoe gaat die zeespiegel reageren vanwege al die positieve feedback loops? Maar misschien zijn er ook wel negatieve feedback loops die we nog niet kennen, waardoor je dus een waanzinnige spreiding ziet. We kunnen ons rijk rekenen met 50 centimeter in 2100. De voormalige IPCC-rapporten zaten in die grote orde met een range. Maar steeds vaker kom je in hoge scenario's met hogere temperaturen en snellere Antarctica-smeltscenario's. En dan zou het maar zo kunnen zijn dat je inderdaad gaat nadenken over, ja, wat nou als worst case, als Nederland moet gaan nadenken over 1,80 meter in 2100. Als ik kijk naar de grootste aandachtspunten in de 21ste eeuw, in deze eeuw, dan zou ik tot 2050 sowieso hopen dat we meer met waterberging doen. Het zoete water wat we hebben, de bekkens, de reservoirs beschermen en uitbreiden. Maar tegelijkertijd zal de zeespiegel met name in de tweede helft van deze eeuw dermate versneld stijgen, dat we in de loop van deze eeuw toch steeds meer zien dat we daar de grootste focus op hebben moeten gelegd om die stijgende zeespiegel van 1 meter, maar misschien wel richting 2 meter in 2100, de baas te kunnen blijven. Dames en heren, het is 5:05. Ik hoop dat ik u door mijn bril heb laten meekijken naar de ernst van het klimaatvraagstuk. Zeker op het gebied van water. En het komt allemaal zeker samen in de battlefield die we Nederland noemen, waar expertise als nooit tevoren nodig is om ons klimaat of ons land tegen water te beschermen in de zin dat het om te veel of te weinig kan gaan. Dus delta werken en waterberging. Heeft u waterkeringen voor nodig en expertise? U zal het denk ik drukker gaan krijgen dan ooit tevoren. Zeker als we ook de uitdaging zien om de rest van de wereld mee te helpen. Maar wel op een duurzame manier. Want die klok moet terug. Die moet terug naar 5:55. Maar dan moet je een extra troefkaart uitspelen. En dat is niet alleen CO2-emissies beperken, maar ook reeds uitgestoten CO2 maximaal terugbrengen naar de aarde. Hoe dan? Nou, dat is dus groener dan een boom wordt het niet. We moeten wereldwijd gaan investeren in beschermen van bos en miljarden bomen aanplanten. En dan gaan we zoveel CO2 uit de atmosfeer vastleggen in nieuwe en groeiende bossen met allemaal extra benefits, dat we het tij toch nog kunnen keren. Zelfs die temperatuurdoelen van 2 of zelfs 1,5. Want bomen, die leggen CO2 vast, vangen piekbuien op, wassen de lucht schoon, denk aan stedelijk gebied, biodiversiteit, insecten, ze zijn mooi, ze brengen koeling, we hebben ze nodig. Let's make the world great again. Dank u wel. Hartstikke bedankt, dank je wel. Mogen we nog een laatste applaus voor genieten.